Welkom in deze nieuwe video van Bolstar. Ik ben voor Enzo eventjes broodje aan het smeren. Dat ben ik eventjes aan het doen. Zo. En dan gaan we dat in stukjes snijden. En dan kan hij al opeten. Hè. Zo. Je ziet hem trouwens zitten, zo meteen aan het eten. En dat is wel cool om te zien, dat hij zo al goed kan eten, hè. Eigenlijk heeft ook zo wat zijn voordelen. Als hij al zo goed kan eten, dan kun je hem alleen laten eten. En dan scheelt dat ook wel. Hij is even in bad geweest. Dus dan... op. Het is al op. De bordje is helemaal leeg. Dat gaat snel, hè. Trouwens, welkom bij Bolstar. En Enzo eigenlijk, hè. Je nog eentje hebben? Peter zal nog eentje maken voor je. Wacht maar. Ja, we moeten nog eentje maken. Zo. De korstjes snij ik er altijd af. Oké. Merkt, hij wordt een beetje gek. Zo. Kostjes die gooi je buiten. Voor de vogeltjes. Die fluiten. Al dat gisteren, maar het is heel verkouden en zo. Voilà. Zijn poepoes, alsjeblieft. Dit vind ik zo echt cool. Kijk maar, op straat. Prachtig, hè? Dat is heel mooi, vind ik dat. Dus dat is ook, als we live komen, ziet het er ook zo uit. Dus dat is wel leuk eigenlijk. En tof ook. Trouwens, het is hier trouwens nog steeds niet echt goed weer. Je ziet ook mensen, de zon schijnt niet als normaal in de zon schijnen, maar het is momenteel een beetje mistig. Dan hebben we ook nog een grote taak, want we zien het. Dat moet ik ook nog allemaal even doen. Dat is als het kind komt. Maar dat doen we straks wel eventjes. Eerst eventjes dit en dan de rest. Kijk, onze Elga is ondertussen bezig met deze. Dat is wel leuk eigenlijk, steun, Bolstar, dat vind ik super tof. Dus daar ben ik wel heel blij mee eindelijk dat ze dat doet. Dus we love you naar Elga. We love you. Dankjewel. We love you. Dus, en ik ben ondertussen bezig met kuisen. Omdat er heel veel mensen zeiden, allee, goede mensen wel verstaan, niet al haters, zeiden van, kan misschien je snor, je baard even afscheren om te zien of dat je dikker terugkomt. Natuurlijk, ik ben wel blij dat het er staat natuurlijk, maar ik ga toch, je
gewoon de tips die ze me hebben gegeven, toch gewoon doen. Dus hij gaat er gewoon af. Ik heb dit nog nooit gedaan. Het is de eerste keer. Dus wel heel spannend eigenlijk om te doen. Ik denk dat ik ga beginnen met de baard. En dan zien we het wel, want de snor vind ik ook wel heel mooi. het is raar om te zeggen, maar het geeft je echt wel een mannelijk gevoel. Ook de stem is ook helemaal anders. Als ik nog beelden moest hebben, kan ik ze er misschien wel tussen zetten. Dus waar ik echt hoor dat ik zwaar veranderd ben eigenlijk. En dat vind ik ook wel speciaal eigenlijk al om te kunnen zeggen. Maar ik ben natuurlijk trots op mezelf. Altijd. Dus ik zal het ook altijd blijven. Ik had het even voor elkaar proberen te krijgen. Dat is allemaal de eerste keer dat je dit doet. Dus ik ga het eens even bekijken. Ja, moet je even aan de andere kant van pakken, want die zijn rechts. En hier gaan we dan. Dat is speciaal omdat je dit de eerste keer doet. En dan wordt het helemaal anders onderin. Om de eerste keer te zijn, denk ik wel dat het goed gegaan is, de snor. Dat wijf ik nog even over. Ik denk wel dat ik die er wel een keer ga afdoen. Sowieso. Misschien morgen al. Maar wel speciaal eigenlijk om die te hebben. Dus ja. Ik denk dat ik die pas maandag afdoen. Voilà, dat hebben we gedaan. En dan kunnen we nu beginnen aan de kook. Ik vind het toch altijd heel speciaal eigenlijk ook om te horen. Dat veel mensen zeggen van mij nu van ja, je bent al veel veranderd en dat vind ik ook wel cool te horen. Eigenlijk, want uiteindelijk, het is wel zo, ik ben al heel veel veranderd. In de positieve zin ook dat ik binnenkort een operatie krijg, houdt me zeker positief. Dus ik ben er wel heel trots op om te kunnen zeggen van kijk, dat staat er allemaal te gebeuren. Dus dat maakt me ook gelukkig eigenlijk momenteel. Dat ik dus gewoon helemaal vooruit kan kijken eigenlijk al. Naar hoe het eigenlijk moet zijn. Want eigenlijk is dat raar voor mensen die dat nu horen. Maar het is eigenlijk gewoon hoe het is. Er is een fout gebeurd. Die fout die trekken we nu recht. En dat heeft ook een impact op je leven. Het is niet dat je kunt zeggen van het is allemaal heel gemakkelijk. Nee, zeker niet. Want je moet al heel je leven leven eigenlijk in het verkeerde lichaam. En je moet het nu allemaal proberen allemaal recht te zetten. Als je geboren wordt als jongen. En dan heb je het allemaal al. Ik moet het allemaal nu pas alleen allemaal gaan doen. Allemaal jullie dat ook allemaal proberen te uit te leggen. En de uitleg is ook altijd heel gemakkelijk. Ik merk dat ook nu ook nog altijd. Als ik dan op social media zit, dat heel moeilijk gaat. Dat mensen dat niet echt altijd begrijpen. En dat maakt het soms ook wel heel moeilijk eigenlijk. Het is niet zo like jullie van vandaag ben ik een jongen. Allee, ik denk dat er heel jongens kijken aan meisjes. Jullie zijn het gewoon. Ik moet het worden. Ik kwam binnen, voel ik zelf dat ik een jongen ben. Hier is het ook dat ik een jongen ben. Alleen de buitenkant zegt, je bent een meisje. Buiten tot hier. Dus en dat maakt het eigenlijk heel moeilijk. Want je moet dat ook aan de mensen uitleggen. Je moet constant alle vragen beantwoorden. Die constant zijn, ben je een meisje, ben je een jongen. Ook allemaal de haat die er rondhangt. Die moet je ook meenemen in je leven. Ook andere mensen krijgen haat. Als je gewoon jong of meisje bent.
Maar als transgender heb je dat toch heel vaker mee te confronteren eigenlijk. En krijg ook heel vaak die vragen eigenlijk. En nu ook nog altijd. En dat maakt het eigenlijk wel heel moeilijk. En dat moet je ook zoiets hebben van, hoe ga je daarmee om eigenlijk? En dat gaat bij mij nu al redelijk goed om ermee om te gaan. Maar in het begin, toen dat de eerste keer gebeurde, was dat heel moeilijk voor mij om ermee om te gaan. Maar ik heb nu goede vrienden. Daardoor lukt het ook allemaal veel gemakkelijker en kan ik ook rustiger mee omgaan. Maar ik kan me voorstellen, mensen die nu pas hebben ontdekt van, ik zit in het verkeerde lichaam, en die nu allemaal die haat krijgen, dat dat nog moeilijker moet zijn. Ook de jeugd die dat ook voor heeft, en ook heel veel mensen dat hebben, van jongs af aan, die nu zoiets hebben van, oei, die krijgt haat, zou ik vertellen. Het is al moeilijk genoeg om uit de kast te komen. En ik wil iedereen daar toch wel even voor steunen en ook wel even belangrijk zeggen van, kijk, laat u niet doen. Heb jij een keuze, heb je een droom, er gewoon voor gaan. Zoals ik gewoon mijn droom ook gegaan in. Ik heb ook altijd gezegd, ik wil beroemd zijn. Ik ben nogal een stukje beroemd op TikTok. Hier moet het nog beginnen eigenlijk. Maar ik ben gewoon wie ik ben. En ik ben wie ik ben. Ik kan mijn eigen niet gaan veranderen voor andere mensen. En dat ga ik ook nooit doen. Ik zal altijd mezelf blijven. En ik zal altijd plezier maken. Eens lachen, eens dit doen, eens dat doen. Gewoon altijd jezelf zijn. En dat is heel belangrijk. En als je dat kunt zijn, dan mogen ze nog zoveel haat geven. Je zult er altijd staan. Want je weet hoe het moet. En dat vind ik belangrijk.